Het ministerie van Defensie heeft zondag kransen geplaatst bij het monument voor de gesneuvelde militairen bij de Mimiribuku-kazerne. Het monument is ter ere van de militairen die sneuvelden tijdens de Binnenlandse Oorlog van 1986 tot 1992. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie haalde bij deze ceremonie aan dat de gesneuvelde militairen helden zijn geweest die opkwamen tegen onrecht. Wet en recht werden tijdens de periode van de Binnenlandse Oorlog niet meer nageleefd. Daarom is het Nationaal Leger toen opgestaan om haar grondwettelijke taak uit te voeren. Mathura meent dat er niet veel uit die periode is vastgelegd. Daarin moet nu verandering komen. Er is niet heel veel vastgelegd over die binnenlandse strijd. En het wordt tijd dat er onderzoek komt. Dat er wetenschappelijk onderzoek komt. En dat zaken vastgelegd worden, goed onderzocht worden en vastgelegd worden, zodat we daaruit kunnen leren. En het is tijd dat de Universiteit van Suriname betrokken wordt om onderzoek te doen en dat we kunnen leren, zodat we die fouten niet meer kunnen moeten maken of hoeven te maken en zullen maken. Ja. Want dit is afgesloten. De offers die gebracht zijn, die moeten we blijven gedenken. Maar ook de wijze lessen die de oorlog heeft gebracht. Op alle niveaus. Op politiek niveau, op wetenschappelijk niveau, op het niveau van veiligheid. Maar ook op het niveau van gevechtstechnieken en tactieken. En wat er daar allemaal is geweest. Ook wij als Nationaal Leger moeten dit evalueren en daaruit leren. De bevelhebber van het Nationaal Leger, Henry van Axeldongen, die ook betrokken was bij de oorlog, heeft de ex-militairen en gepensioneerde militairen van de Binnenlandse Oorlog moed ingesproken. Het gemis bij de nabestaanden van deze gesneuvelde kameraden is niet in woorden uit te drukken. U hebt geen idee wat het betekent om mensen te gedenken die als broers samen met jou lief en leed hebben gedeeld, zweet, tranen, lachen, huilen, vallen en opstaan. En dat je het gemis moet dragen, dat je er vandaag moet gedenken. Gedenken in de zin van, ze hebben het leven gelaten tijdens hun werk, tijdens hun dienst. Een roeping, niet gewoon een werk, zoals vele mensen vaak genoeg denken. Dat militair zijn gewoon een werk is. Het is een roeping. Het is een roeping vanuit je hart. Niemand geeft zijn hoogste goed voor de arbeid. Je geeft je hoogste goed voor land en volk zoals dat daar staat geschreven. Strijd en offer voor land en volk. Rotsvast in ons geheugen. Het is rotsvast in ons geheugen. Het monument voor de gesneuvelde militairen werd in 2016 onthuld door toenmalig president Bouterse. Voor de 72 militairen die om het leven kwamen bij gevechten tussen het Nationaal Leger en de rebellenbeweging Jungle Commando. De herdenking van de gesneuvelde militairen van de Binnenlandse Oorlog is een samenwerking geweest van het Nationaal Leger en de Stichting Reïntegratie Ex-Militairen.